Koninklijke Visio. Deze beeldopname is grotendeels goed te volgen als je alleen luistert. Fijn dat jullie er allemaal zijn op deze webinar Slimme Brillen. En, ik werd al even voorgesteld, mijn naam is Frits Jongboom. En wat ik ben bij Visio. Ik doe daar ICT-onderzoeken, OTC-onderzoeken met cliënten. Ik geef wat training ook. En daarnaast ben ik 2 dagen in de week ben ik ambulant onderwijsbegeleider. We hebben al een tijdje dat we met Slimme Brillen werken. En vandaag ga ik een webinar geven waarin we kijken naar de Orca MyEye Mix. En we kijken naar de Envision Glasses. En daarnaast kijken we nog naar een aantal apps. Zoals Seeing Eye, de Envision app, de Daily, de Speak app, die gebruikt wordt onder Android. We kijken dan een beetje wat nou de verschillen daarbij zijn. Nou, tussendoor of aan het eind zal ik ruimte geven om ook vragen te beantwoorden. Nou, wat doen we? We kijken naar de hardware. Van hoe zitten die brillen nou in elkaar? Hoe bedien je nou die brillen en wat zijn de verschillen daartussen? We kijken naar opties en naar prijzen. Hoe kom je überhaupt aan zo'n bril? En we gaan met elkaar de voor- en nadelen onder elkaar zetten. Dus dat zijn een beetje de onderdelen die we aflopen. Nou, we beginnen bij de oorkam. En ik laat hem even in beeld zien voor de mensen die visueel nog iets kunnen zien. De oorkam is een module die geklikt wordt op een normale bril. Dus als je zelf brildragend bent, dan kan je magneetjes vastmaken aan de bril zelf. En dan zou je maar aan kunnen klikken ook. Nou, dit is een verbeterde versie van de vorige. En dat betekent dat die veel sneller nu opstart. Het is een losse camerasysteem. Het kan dus op iedere bril. De software daarbij zit in deze module zelf. Hij is volledig, en dat is wel belangrijk, offline te gebruiken. Dus je hebt geen internetverbinding nodig. Je hebt een basisvariant, en dat betekent op die basisvariant kan je klok kijken. En op de basisvariant kan je teksten in laten scannen. Alle andere opties zou je bij kunnen kopen. En het is per zorgverzekering afhankelijk van welke opties je erbij kunt krijgen nog binnen je verzekeringspakket. Nou, de batterij van deze nieuwe Orcam gaat ook wat langer mee. En dan moet je ongeveer rekenen op 2,5 uur. En ze zeggen daarbij ook van, het is misschien handig om een powerbank erbij aan te schaffen. De powerbank betekent dat je dus ook de spanning onderweg zou kunnen hebben als je er langer mee actief wil zijn. Nou, wat er toegevoegd is, een app om dit apparaatje in te stellen. Bij de eerste versie moest je dat allemaal doen met wat ingewikkelde bewegingen in het apparaat. Nou, dat hoeft niet meer. Je kan nu met een app, zou je hem ook helemaal in kunnen stellen. Op zowel je Android of op je iOS telefoon. Ik klik hem er weer even aan. Ook de magneetjes zijn een stuk sterker geworden. In de eerste versie had het nog wel eens de neiging om af te kunnen vallen. Nou, dat is nu allemaal wat steviger vastgemaakt, zodat je hem onderweg niet kunt verliezen. Nou, als we dan kijken naar de Envision Glasses, die zal ik ook even in beeld laten zien. Voor de mensen die niet visueel mee kunnen kijken, is het eigenlijk een stukje ijzer met daarvoor een heel klein glasje. En op dat glaasje daar wordt informatie getoond ook, als je het visueel zou kunnen zien. En aan de zijkant zit een hele balk ook, een zwarte balk, waar eigenlijk die hele module in zit om teksten mee te kunnen scannen. Nou, je ziet al, het zit gekoppeld aan een frame, dat is één geheel. Dat betekent dat als je zelf een bril hebt, dat je dit, zo'n Envision Glasses, daar niet zomaar aan kan koppelen. Kijk, wil je wel met je eigen glazen ook deze bril gebruiken, ja, dan is er maar één mogelijkheid en dat is een Smith Optical Frame. Die zou je erbij kunnen bestellen ook, maar dan komt er meteen een x aantal honderden euro's bij. Dus je hebt of de standaard Envision Glass en dan kan je dus geen eigen glazen in stoppen, of je hebt die toevoeging van die Smith Optics Frames nodig. En dan kan je wel weer je eigen glazen erin stoppen. Nou, ook hier zit, net als bij de Orcam, zit de software in deze module, die in een van de poten verwerkt zit. En deze software is gebaseerd op Android, een soort mobiele Android-systeem is het, wat ook maakt dat die software makkelijk uit te breiden is.
Zonder internet helaas kan je geen teksten scannen of laten voorlezen. Nou, in een thuissituatie kan je hem op de wifi aansluiten. En dan kan je dus teksten scannen en laten voorlezen. Als je dat onderweg wil gaan doen, dan zul je dus een verbinding moeten maken met je mobiele telefoon. Je kan niet een simkaartje in het apparaat zelf stoppen. Dus je moet echt een hotspot maken met je mobiele telefoon. De batterij van deze Envision Class die gaat 4 uur mee ongeveer. Dus dat is bijna 2 keer zo lang als dat je met de Orkan bril hebt. En ook hierbij heb je weer een app om hem helemaal in te stellen. Nou, ik schakel weer even door. We gaan praten nu over de bediening. Even weer naar de Orkan toe. Nou, de Orkan heeft een veelvoud aan bedieningsmogelijkheden. En een van de mooiste beginnen we ermee. En dat zijn vingerbewegingen voor de camera. Dus je kan, als je hem op zou zetten, dat ga ik even doen. Ik hoop dat hij nog actief is, anders moet ik hem even actief maken. Maar je kan dus vingerbewegingen voor de camera doen. En als ik het horloge gebaar maak, dan zou hij ook mij de tijd moeten noemen. En je ziet dat hij nu niet reageert. Dat betekent, ik moet hem even tot leven wekken. Hij is nu tot leven gewekt. Als ik dan dit zou doen. En je hoort dus meteen dat hij met dat horlogegebaar de tijd gaat opnoemen. Als hij actief is. Maar wat ik ook met die vingerbeweging kan doen voor de camera. Dat als ik een stuk tekst zou hebben. En ik laat even een stuk tekst uit een tijdschrift zien. En in een tijdschrift heb je vaak kolommen. Heb je afbeeldingen daarbij. En deze vingerbewegingen voor de camera. Die zijn met name heel erg handig. Als je zegt van ik wil niet deze hele pagina laten voorlezen en scannen. Maar ik wil maar een gedeelte van deze pagina laten voorlezen en scannen. Nou, dan is het dus noodzakelijk dat je niet helemaal blind bent. Maar dat je dus nog wat kan zien waar de tekst ongeveer staat. Want als ik hem dan zo hou voor me en ik wijs naar de tekst die ik wil laten voorlezen. En dat ga ik maar ergens midden op de pagina doen. Dan houd ik mijn vinger erop gericht. Ik trek mijn vinger weg. En dan zou hij moeten gaan lezen. Misschien moet ik hem iets dichterbij houden, want ik hoor nu dat hij niet leest. Dus ik ga het nog even proberen. En nu gaat hij dus, voor de mensen die het visueel kunnen zien, waar mijn vinger staat, gaat hij voorlezen. Dus hij leest nu dit hele gedeelte, voor de mensen die visueel kijken, leest hij voor. En niet de hele pagina. En hij stopt ook keurig aan het eind. Ook zou ik met vingerbeweging regel voor regel, of 3 regels per 3 regels kunnen laten voorlezen. Nou, bedenk maar even dat je achter een computerscherm zit en je hebt Word aanstaan. En je denkt, ik zou graag willen weten wat er nou in deze tekst van Word staat, of bijvoorbeeld in de mail. Nou, als ik dat zou doen zonder vingerbewegingen, dan gaat hij dus de hele pagina voorlezen. En dan begint hij bovenaan met bestand en vervolgens noemt hij alles wat zichtbaar is in deze Word of Outlook, wat voor programma je ook gebruikt, gaat hij voorlezen. Met vingerbeweging kan ik dus met deze Orkan-bril ervoor kiezen om mijn vinger alleen op de tekst te zetten en dan gaat hij alleen de tekst voorlezen. Dus dat is een hele mooie functie die hierin zit. Nou, je kan ook vingerbewegingen gebruiken op de camera en dan moet ik gaan tikken aan de zijkant van deze balk. Dan kan ik ook het volume harder zetten en zachter zetten. Maar dat doe je dus met tikbewegingen of dubbel tikken of enkel tikken. Nou, daarna, ik hoef niet door allerlei menustructuren in bij deze Orkan-bril. Ik heb dus ook geen menu waar ik door kan. Althans, dat zit wel verborgen, maar dat is een instellingen manier. Daarnaast, en dat is nu nog niet in het Nederlands, kan je straks deze Orkan-bril ook bedienen door spraakcommando's te geven. En dan zou ik bijvoorbeeld even kunnen zeggen van, oké, Orkan, maak een scan of maak een foto. Of net welke commando's zullen aanhangen. In het Engels is dat er wel beschikbaar, maar de bedoeling is dat straks met een update dat ook in het Nederlands zou kunnen. Dus dat even over deze bril. Daarnaast kan ik ook nog zeggen van, zet maar automatisch aan. En dat betekent dat als ik 3 seconden naar een tekst zou kijken, of langer, maar dat kan je instellen op de bril zelf, gaat hij automatisch lezen als hij tekst herkent.
En dan zou ik dus deze bladzijde voor me kunnen houden. En ik kijk 3 seconden hierna. En dan zou die de hele pagina voor gaan lezen. Dat kan handig zijn, dat hoeft niet. Bij mij heb ik hem automatisch uitgezet. Omdat ik niet wil dat hij continu gaat lezen als hij teksten ziet. Maar dat is per cliënt dus verschillend wat handig is. En ook dit vergt natuurlijk wat oefeningen, zeker als je helemaal blind bent. Oké, ik ga deze bril even afzetten. En dan gaan we kijken naar de bediening van de Envision bril. Envision Classes, want die zit wat anders in elkaar. Want hier kan ik niet voor de camera instellingen geven met vingerbewegingen. Maar zal ik echt alleen op de zijkant van de bril hem moeten gaan bedienen. Dat betekent als ik dat doe, even kijken tot leven kan wekken. Nou, dat is die nu. En ik zou hier dus ook door allerlei menus heen moeten gaan. Ik kan niet zeggen van, hé, daar is de tekst. Ik wijs er even naar of ik tik 1 keer op deze bril. Nee, ik moet hier echt menus doorgaan. Even teruggaan. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Ik ga nog eentje terug. En als ik nu een foto hiermee zou willen maken, dan moet ik eerst naar het hoofdmenu teruggaan. Dan moet ik naar de leesfunctie gaan. Dan moet ik dubbel tikken. Dan staat hij op direct lezen. En dan moet ik nog een keer swipen en naar scantekst. En dan pas zou ik teksten kunnen laten voorlezen. Dus even een andere manier. Het moet echt op de bril zelf. En ik moet met veegbewegingen steeds door een menu gaan om opties te selecteren. Nou, dan gaan we eens kijken wat het kost. Want dat willen we als Nederlanders graag weten. Wel, als je naar de Orcam zou gaan. En straks kijken we echt naar alle functies. Als je naar de Orcam zou gaan. Dan kost die in de standaard functies. En dat is dus tekst herkennen en tijd en datum. Kost die €3500 ex BTW. Dus dat is een behoorlijk bedrag. Dan zou je alles willen hebben. Dus alle opties erbij willen hebben. Dus gezichtsherkenning, bankbiljet herkennen, daar komen we straks bij. Dan betaal je €4500 ex BTW. Nou, het goede nieuws is dat vrijwel alle verzekeringen dit vergoeden. De basis in ieder geval. Daarnaast is het zo dat je meerdere uitbreidingen, dus als je bijvoorbeeld gezichtsherkenning erbij zou willen hebben, of bankbiljettenherkenning of barcodeherkenning, dat het per verzekering weer afhankelijk is wat je erbij kunt krijgen. En er zijn verzekeringen die het hele pakket vergoeden, maar er zijn ook verzekeringen die zeggen je kan alleen de basis krijgen of je krijgt maar 2 extra opties. En dan kan je zelf bekijken van wat uit die extra opties je zou willen hebben. Nou, kijk je naar de Envision Class, die is wat goedkoper. Nog steeds een behoorlijk bedrag, maar die kost €2990 ex BTW. En wil je daar een ander frame bij hebben, zodat je eigen glazen erin kan zetten, ja, dan zit je al in de €3600 ex BTW. Wat erin zit. Nou, dan gaan we met elkaar eens kijken wat het kan. Nog even erbij vertellen ook dat de Envision Classes ook nauwelijks nog vergoed wordt. Bij de meeste zorgverzekeraars is dat nog niet het geval. Daar zijn ze wel mee bezig om vergoed te krijgen. Maar op dit moment ligt dat nog wat lastig. Dus in de toekomst gaat u er maar vanuit dat dat wel zal gaan gebeuren. Op dit moment moet je eigenlijk aanvullend verzekerd zijn. Dan zit het in een bepaalde categorie, waardoor dat weer wat lastiger is. Nou, wat kunnen we ermee? En dan gaan we gewoon eens kijken met elkaar. Ik zet de Orcam bril zet ik op. Nou, en als ik een eenvoudig stukje tekst heb. Ik heb even een blaadje voor me neergelegd. En als ik zou zeggen, dit wil ik gaan lezen. Dan vertelde ik al, wat kan ik gaan doen met mijn vinger. Maar ik kan ook voor mij houden. En dat is even oefenen. Waar we ook hier bij Fysio bij Revalidatie mee kunnen helpen hoe je dat werkt. U houdt hem voor u op een goede afstand en u tikt 1 keer tegen de zijkant bijvoorbeeld. Kijken of hij tot leven wekt. Tik 1 keer. En dan zou hij moeten komen. Altijd en overal veilig uw dossier bij Fysio-Instituut. Blokje op het cliëntportaal.
En hij begint nu te lezen wat hier staat qua teksten. Nou, ik kan hem uiteraard ook pauzeren en verder laten lezen. Ik ga nu even stoppen. Dan is hij helemaal gestopt. Dit is tekstlezen. Ik zei al, vingerlezen kan ook. Dan kan ik meer geselecteerd gaan lezen. Datum, tijd kan ik gaan doen. Als je kijkt naar de extra opties, dan zou ik ook gezichten mee kunnen laten herkennen. Nou, cliënten zeggen wel eens van, hé, dat is handig. Als ik straks buiten op straat loop, dan herkent hij iedereen die ik tegenkom. Nou, zo simpel is het niet. Als je gezichten wil herkennen, dan moeten ze en dichtbij genoeg zijn. Maar daarnaast moet je ook eerst hun gezicht opslaan en de naam erbij noemen. Nou, ik heb mijn collega Jessica heb ik hiernaast zitten. Oh, u hoort al wat idee. Ik kijk naar Jessica. En dan zou die moeten zeggen, Jessica, kom zo dichtbij, Jessica. Of ik moet even zo doen. En dan zou die er moeten zeggen, Jessica. Nou, dan zie je al meteen dat dat niet altijd goed gaat. Ik ga nog even kijken of hij het zo doet. Jessica. En hij noemt dus de naam Jessica. Dus op die manier kan je, als hij Jessica herkent en Jessica zo dichtbij genoeg zijn, zou hij zeggen dat daar Jessica zit. Maar je zag bij mij al, zoals ik ermee bezig was en ik ben er al een hele tijd mee aan het stoeien, dat het niet altijd zo werkt zoals het in de beschrijving zou staan. Soms moet je toch even nog een keer extra tikken om het wel goed te kunnen krijgen. Nou, wat er ook in zit is bankbiljettenherkenning. Nou, ook Jessica is nog de enige in dit hele pand die een bankbiljet bij zich heeft. Kijk, hij roept meteen dat het Jessica is. Dus dat is wel fijn, dan weet ik dat Jessica dat is. Ik heb hier een biljet voor mij liggen voor 20 euro. En ik leg hem neer. Dat zou kunnen, ik kan hem ook even in de lucht houden, zodat u er goed mee kan kijken. En ik wijs hem met mijn vinger na. En het is 20 euro, noemt hij op. Nou, hij kan helaas geen muntgeld herkennen. Dus dit is wel fijn om te weten. Dat hij bankbiljetten kan herkennen. Daarnaast is het zo dat er een mogelijkheid in zit voor barcodeherkenning. En het mooie van deze barcodeherkenning is ook dat je zelf barcodes kan aanlaten maken die hij niet herkent. Er zit een hele database achter met barcodes. Maar je zult merken dat als je in de winkel staat, hij niet alle barcodes herkent. En hij probeert, als je een pak ervoor houdt, wel te kijken van waar zit nou ongeveer die barcodes. Dat doet hij met bliepjes, heel intelligent. Nou, ik heb hier even twee dingetjes meegenomen. Ik heb pastoriekoeken meegenomen, waar een barcode op staat. En ook hier weer, je moet wel wat gezichtsvermogen hebben nog, wat restvisies hebben om hier goed mee om te kunnen gaan. Nou, ik zoek even de barcode op. Die staat wel ergens op. Hier heb ik een barcode staan. En ik ga eens kijken wat hij daarvan maakt. Dus ik moet dan met mijn vinger er naartoe gaan wijzen. Want anders zou hij het hele pak gaan scannen. En dan zou hij gaan lezen wat hier staat. Maar ik wil nu dat hij alleen de barcode doet. En ik hou mijn vinger op de... Nou, hij zegt al meteen dat het pastoriekoeken zijn. Origineel. Dus hij gaat meteen lezen wat die barcode zegt. Nou, ik heb hier nog wat. Ik heb hier Kellogg's Special. Nou, en hiervan werd de barcode niet herkend. Nou, wat ik dan kan doen, is dat ik kan zeggen, oké, je herkent hem niet, maar ik ga jou leren wat het is. Ik hang er een naam aan. En dat heb ik hier ook bij gedaan. Dus als ik hem nu in beeld hou. En dan zegt hij Kellogg's Portion 35 gram. En dat zegt hij met mijn stem, want ik heb mijn stem opgenomen en die heb ik gekoppeld aan deze barcode. Nou, het vergt nu te ver om uit te leggen hoe dat precies werkt. Maar wat u moet onthouden is dat het kan. Dat betekent, en ik had een cliënt, die had een hele verzameling met dvd's. Alleen hij kon niet zien waar die dvd's nou over gingen. Maar die dvd's hebben wel allemaal barcodes. En hij zou dus aan de hand van die barcode kunnen laten voorlezen wat er staat. Dus dat is wel heel erg fijn dat ik kan. En je kan dus ook, mocht hij de barcode niet herkennen,
zou je dat dus toch nog tot leven kunnen brengen door er zelf iets aan te koppelen. Nou, ook is het mogelijk om hier voorwerpherkenning aan te gaan hangen. En dat is ook mooi gemaakt. Ik kijk met een tv neer om te weten wat op het scherm staat. Dus ik vraag Jessica even om een knop in te drukken op de afstandsbediening van de tv, anders gaat mijn tv uit. Dankjewel, Jessica. Anders heb ik geen speedbriefje straks meer om u mee te nemen. Maar je kan dus ook voorwerpherkenning doen. En dan ga je zelf een naam koppelen aan een voorwerp. Nou, ik denk maar even aan een vaas. Of je zou misschien kunnen denken aan sleutels of dat werkt. En dan zou je je sleutels in je hand kunnen houden. Je zou er een foto van kunnen maken. En dan kan je daar zelf dus een naam aan hangen. Werkt niet helemaal perfect. Maar het kan dus wel. Daarnaast heeft deze bril ook kleurherkenning in zich. Ook dat zou ik even laten zien. Ik heb een aantal bekertjes heb ik meegenomen. Voor wie het kan zien, zijn het bekertjes met verschillende kleuren. Een blauwe, een rode, een groene en een gele. En ik ga eens kijken wat deze bril hiervan maakt. En daarna gaan we ook even kijken wat de visie kost. Nou, hoe werkt dat bij de oorkam? Ik hou hem omhoog. En denkt u maar bijvoorbeeld aan een kledingstuk. Als je de kleur niet kan herkennen. En ik wijs erna. Okay, hij probeert nu tekst te lezen, omdat hij hier bij mij van alles ziet op mijn bureau waar wat tekst op staat. Dus ik ga het even anders doen. Kan de tekst niet lezen? Nou, hij heeft er niet zo heel veel zin in nu. Hij zou de kleur moeten noemen als ik er naar wijs. Nou, dat gaan we nog een keer proberen. Nee, daar maakt hij niet zoveel van. Probeer de rode, kijk of die wel goed gaat. Kan de tekst niet lezen. Nee. Hij vindt nu te veel tekst om mij heen. Dus dan probeert hij automatisch de tekst eruit te halen. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Nou, hier. Kijk of hij het wil doen. Daar heeft hij niet zo'n zin in. Nou, je ziet dat hij nu dat niet wil doen. Normaal gesproken zou hij het moeten doen. Maar helaas, daar zit ook weer een demonstratie voor. Hij vindt te veel dingen om mij heen. Waardoor hij automatisch die kleuren niet herkent. Ik kan hem nog wel even langer naar wijzen. Oranje-bruin. Ah, dat gaat beter. Oranje-bruin. Kijk, dat was de betere commando. Dat heb je als je met veel brillen werkt. Ik zal deze ook nog even proberen. Donkerblauw, grijs, wel aardig. Groen gebied. Nou, hij doet het aardig. Als ik hem hoog genoeg hou, mijn vinger erop laat staan. Beige bruin, het is geel. Maar je ziet, van de kleuren moet je niet te veel gaan verwachten met elkaar. Nou, je kan daarnaast nog een extra taal kan je toe gaan voegen. Dat is even de oorkam en de functies die daarop zitten. En weet ook, mocht er een update komen, dan kan het altijd zijn dat er weer nieuwe functies worden toegevoegd. Nou, ik ga eens naar de Envision Class kijken wat die kan doen. Ik ga die ook even opzetten. Ik ga het menu even tot leven wekken. Je doet... Oké, ik geef het uit. Ik ga even terug naar het menu. Ik sta op de start. Ik zie nu in mijn schermpje, zie ik de tijd zie ik ook staan. Dat zou ik kunnen voorlezen ook. Maar hier kan ik ook teksten mee herkennen. Die net al zien als ik zo'n blaadje zou willen lezen. Ja, dan moeten we dus wel eerst door een heel menu heen. Even laten zien. Ik ga naar de leesfunctie. Als ik naar de leesfunctie ga... Kan ik dubbel tikken? Kan ik direct lezen? En direct lezen betekent overal waar hij tekst ziet, gaat hij meteen lezen. Nou, deze functie werkt niet heel erg goed nog. Die werkt eigenlijk beter op de app zelf van Envision op je telefoon. Maar ze zeggen zelf bij de makers van: het is eigenlijk bedoeld
dat als je bijvoorbeeld een potje jam pakt en daar staat heel veel informatie op, wat hij verkeerd gaat voorlezen, maar je herkent toch aan een aantal woorden die hij roept, dat het een potje jam is. Dus daar is eigenlijk deze functie van direct lezen voor geschikt. Dus in de brei die hij opnoemt, herken je wel van, oké, dit zou jam moeten zijn, of hier wordt de tijd ergens aangegeven op een klok, of hier staat in ieder geval wat informatie hier. Nou, normaal gesproken, als ik deze tekst zou willen lezen, dan ga ik niet naar direct lezen, maar dan veeg ik door naar scantekst. Ik hou hem weer goed voor mijn gezicht. Kan ik hem wegzetten, ik maak nu internetverbinding en dan probeer ik. Nou, je ziet, hij gaat nu ook keurig deze teksten voorlezen. Ik zal weer even stoppen. En hij leest dus deze tekst voor me. Dus altijd de complete tekst. Dus als ik naar een Word-bestand ga, zal hij dus dat hele pagina zal hij gaan voorlezen hiermee. Als je kijkt, wat zijn dan de verschillen tussen deze twee brillen? Doet de ene het nou beter als de ander? Nou, ik denk als je puur kijkt naar de tekst, dan zijn ze ongeveer vergelijkbaar. Het is wel zo dat bij de Envision Class het wel langer duurt, omdat hij een internetverbinding moet maken, voordat hij begint met spreken. Dus je zit iets langere tijd zit ertussen. Je kan bij de Envision Class dus ook kiezen om meerdere pagina's te scannen. Dat heet groepstekst, heet dat bij Envision. Dat kan de Orkan weer niet. Dus wil je meerdere pagina's scannen, doe je dat bijvoorbeeld omdat je 10 pagina's uit een boek of uit een reader wilt laten voorlezen. Ja, dan zul je dus naar de Envision Class moeten en niet naar de Orkan bril. Nou, je kan hier ook de omgeving mee verkennen. En dat is iets wat met de Orkan bril niet kan. Maar ik kan dus zeggen van laat mij maar even zien hier in deze omgeving wat hier allemaal ongeveer te zien is. En dan zal die, als ik daar personen ingezet heb, ook de personen noemen. Dat werkt een beetje op de vergelijkbare manier. Zou die dus Jessica moeten herkennen als ik die ingeprogrammeerd zou hebben. Nou, ik ga naar die optie toe en ik moet inderdaad wederom vegen hier. Ik ga naar identificeren. En dan ga ik naar beschrijf omgeving. En dan gaan we eens kijken wat hij ziet als ik hier zo een foto zou maken. Dubbel tikken. Nou, duurt weer even omdat die internetverbinding maakt. En hij zegt nu dus een persoon die aan een bureau zit. Nou, ik kan nog eens wat beter deze kant op kijken. Kijken of hij ook nog ziet of dat toevallig een beeldscherm is. Persoon die aan een bureau zit. Nou, even weer terug. Beschrijf omgeving. Kom maar. Moeten we weer wachten. Nou, hij zegt nu een kamer met een computer en planken. Je krijgt hiermee dus wel een beetje een idee wat er hier te zien is. Niet in details, maar dat is wel weer het voordeel van de Envision Class. Dat je dat kan laten doen. Nou, ook hier kan ik kleuren mee detecteren. We gaan eens kijken of hij dat beter doet of slechter doet of vergelijkbaar doet. Ik heb hier even 4 bekertjes voor mij staan. Ik moet weer naar die menuoptie toe. Ik ga weer even kijken wat hij doet. Detecteer kleuren zet ik hem in. En bij deze is het zo dat als ik deze functie aanzet, dat hij meteen begint met roepen met alle kleuren die hij ziet. Dus ik heb eigenlijk geen controle meer met waar ik wil dat hij kleuren gaat roepen. Dus ik ga die optie aanzetten nu. Hij roept meteen zwart omdat hij naar een beeldscherm kijkt. Dit vindt hij zwart, het is blauw. Nou. Olijf vindt hij dit. Zwart. Olijf. Hij is gek op olijven. Kijk of hij geel wel goed herkent. Kastanjebruin. Donkerkaki. Donkerkaki.
Nou, dit is precies wat we merken, ook in het verleden gemerkt hebben. Ik ga deze functie ook even uitzetten. Dat het zeker bij de Envision zeer onbetrouwbaar is welke kleuren hij op gaat noemen. En hij roept ook, omdat die optie continu aanstaat, heel veel kleuren door elkaar heen. Nou, dat maakt het wat minder geschikt om kleuren te herkennen. Nou, ik kan hier ook mee personen gaan vinden. Kunnen we ook eens proberen. Of objecten zou je kunnen gaan vinden hiermee. Alleen de hoeveelheid objecten die hij kan vinden zijn voorgedefinieerd in een database waar deze objecten in staan. En er staan maar heel weinig objecten in. Dus hij kan wel een stoel kan hij vinden. Hij kan een fiets vinden. Maar veel andere dingen die ik hier op tafel heb staan kan hij niet vinden. Omdat ze eenvoudigweg niet in die database van hem staan. En dat is dus anders dan met de Orkan-bril waar ik objecten kan toevoegen. Kan dat hier niet. Wat ik wel kan doen, is dat ik een mailtje of een app stuur naar de ontwikkelaar van de Envision bril. En dan kan die hem er toe gaan voegen. Maar dat kan je dus niet zelf gaan doen. Nou, personen kan je gaan vinden. We kunnen eens kijken wat hij dan doet als ik daar naartoe ga. Nou, even tot leven wekken. Ik zit in het startscherm. Vind. Vind persoon heb ik aangezet. Ga ik eens kijken of die iets wil doen. Lijkt op Jessica. En dan zegt hij lijkt op Jessica. Dus hij zegt niet. Ja, hij zegt dus niet van ik heb haar herkend. Maar hij zegt van het lijkt op Jessica. En ik heb Jessica heb ik in de app ook tussen gezet. Dus het werkt allemaal net iets anders. Je moet door menu structuren heen gaan. Maar uiteindelijk herkent die Jessica wel. Nou, ik ga deze ook weer even stoppen. Een hele mooie functie die ze wel in deze bril gezet hebben. En die de Orkan niet heeft. Is de belfunctie. Ik kan iemand gaan bellen. En diegene die ik bel moet ook een Envision app geïnstalleerd hebben. Een gratis app moet die hebben. En als ik deze persoon dan bel en die persoon neemt op. Dan kan hij meekijken wat ik door deze bril zie. Dus bedenk maar even, je bent aan het wandelen geweest en je staat ergens en je denkt, waar ben ik in vredesnaam beland? Dan zou je dus iemand kunnen vragen, kijk even mee. Of je staat in de supermarkt en je denkt van, hé, waar staat nou de ontbijtkoek die ik altijd meeneem? Want ik zie het niet, het lijkt allemaal op elkaar. Dan zou je dus deze persoon zou je kunnen bellen en die kan dan meekijken. Nou, Jessica heb ik ingevoerd bij mij en die gaan we gewoon eens bellen. Kijken wat er gebeurt. Bel. Ik ga naar de belfunctie. Bel een Ellie. Bel een Ellie, zo heet deze functie. Dan gaat hij weer even denken, wie kan ik allemaal bellen? Ik heb Jessica verwijst toegevoegd als mijn Ellie. En dan ga ik Jessica bellen en dan kan Jessica met mij meekijken. Jessica komt hier straks ook wel even achter met haar telefoon, zodat u, als u het kan zien, in ieder geval mee kan kijken. Ik ga er even bellen. Nou, Jessica krijgt een bliepje als het goed is. Ja. En als Jessica nu mijn kant op komt. Ze gaat dat volume even uitzetten, anders gaat die heel erg piepen bij ons. Ja. Oh, kom er even bij. Oké. Nou, laat maar even zien. En nu kijk ik recht vooruit. En hierop is dan ook te zien dat Jessica bij mij. Ik kijk nu naar Jessica. En voor als u het kunt zien, kijkt Jessica dus mee door mijn bril. En als ik naar een bastonjekoek zou kijken, dan ziet Jessica ook de bastonjekoek. Toch Jessica? Ja, dus die wordt ook zeer breed. Het is allemaal een beetje klein voor als je meekijkt. Nou, we gaan hem weer even afsluiten. Het gesprek is nu beëindigd. Nou, dit is dus een hele mooie functie om te gebruiken om iemand mee te laten kijken wat wel in de Envision zit. Nou, ik heb het al even over zorgverzekering gehad.
Nou, als je dan een beetje samen zou vatten, zou je zeggen, de OrCam heeft bankbiljetten en barcodeherkenning. En heel veel voorwerpen in de herkenning. En je kan met die OrCam kan je echt geselecteerd, zou je kunnen lezen. Bij die Envision, die heeft omgevingsherkenning weer. Meerdere pagina's die te scannen zijn. En de belfunctie om mee te kijken. Nou, wat de Envision ook heeft, is dat als ik hier foto's mee maak, dat ik het door kan sturen naar de app op mijn telefoon. En dan zou ik het bijvoorbeeld verder kunnen bewerken in een ander programma. Nou, dat zou bijvoorbeeld handig kunnen zijn in een schoolomgeving. Waarvan je denkt van, oké, ik krijg iets uitgereikt of ik zie iets wat getypt is op het bord. En ik zou daar een foto van kunnen maken. En dan zou ik dat thuis verder kunnen bewerken in mijn Envision app op mijn telefoon. Of eventueel op een pc of op een tablet. Nou, de Envision, anders dan de OrCam, heeft ook in zich om handgeschreven teksten te kunnen herkennen. Nou, dat is nog wel wat beperkt. Dat kan dus wel. Hij bakt er wel iets van. Dus je weet, als Tante Truus je iets stuurt met de kerst, dan hoor je wel een beetje dat het Tante Truus is en wat ze jou allemaal wenst. Nou, we zullen dus een lijstje met voor- en nadelen gaan maken. En daarna gaan we met elkaar eens kijken van hoe zit dat nou opgebouwd ten opzichte van de apps die er toch ook tenslotte zijn. Nou, wat zijn de voordelen van de Envision Class? Met een restvisus heb je nog steeds informatie op het scherm staan. Een kleine schermpje, zoals je het ziet, geeft informatie weer met wat ik ook hoor. Het scannen van documenten werkt goed. Wat ik moet doen, dat doet het. Er zit handgeschreven tekstherkenning in. Een meekijkmogelijkheid via smartphone of tablet met die Ellie-app. Een hele mooie functie om iemand mee te laten kijken. Er zit Bluetooth-ondersteuning op voor AirPods of andere oortjes die je zou kunnen aansluiten, zodat niet iedereen met je mee zit te luisteren. Je zou er zelf nog via de USB-oplader, zou je externe speakers aan kunnen hangen, met een kabel dan weliswaar. Nou, je kan meerdere pagina's scannen met deze bril. Je kan het overzetten naar de Envision-app. En wat ook heel mooi is, het is een open systeem. Deze Envision bril. Dat betekent dat ze continu bezig zijn met dingen te gaan ontwikkelen. Die in dat Android systeem, dat mobiele Android systeem, toegevoegd zullen worden. Nou, ik weet dat ze bezig zijn om te zorgen dat er navigatie in zou komen. En dan zou je dus hier op die bril kunnen navigeren ook met stembediening. Hij is volledig te bedienen ook als je geen restvisies meer hebt. Dus ook voor blinden is die prima te bedienen. Hoewel je altijd kijkt dan van, ja, welke opties zijn er wel handig, welke niet, wat is wel en niet mogelijk. En er is meertalige tekstherkenning is er in dit systeem. Nou, nadelen zijn er ook helaas. Sporadisch loopt het soms vast. Nou, dat heeft alles te maken ook weer met die software. Dan krijg je een melding en Envision Class is herstopt. Start de app opnieuw op. Nou, in de standaardversie is het niet op je eigen bril te zetten. Je hebt altijd wifi-verbinding nodig of een hotspot om teksten te herkennen. Om kleuren te herkennen, objecten, mensen te vinden. Heb je daar een hotspot of in ieder geval internet voor nodig. Je hebt geen extra licht, er zit niet een lampje hierin, anders dan bij de OrCam bril. Zodat je in slecht verlichte ruimtes ook zou kunnen scannen. De scannen tekst kan niet worden geselecteerd met bijvoorbeeld vingerbewegingen. Het direct lezen maakt toch nog erg veel fouten. Bedoeld om snel iets te herkennen. Nou, dat kleuren detecteren, dat lijkt eigenlijk gewoon, moet je zeggen, nergens na. Objecten zijn niet zelf toe te voegen. Geen bankbiljettenherkenning. Geen barcodeherkenning zit erin. Nou, als we dan de andere bril er even opzetten, de OrCam. Nou, deze is volledig offline te gebruiken. Je hebt hier dus geen internetverbinding nodig. Alles zit in dit apparaatje. Het is gemakkelijk te bevestigen aan je eigen montuur. Je krijgt ook 2 van die setjes bij, zodat je hem ook aan een zonnebril vast zou kunnen maken bijvoorbeeld. Je hebt veel controle over wat je wilt gaan lezen met vingerbewegingen. Meertalige tekstherkenning, Bluetooth-ondersteuning ook. Ook hier kan je oortjes aansluiten.
Je kan producten kan je toevoegen met streepjescodes. Je kan producten leren en toevoegen. Bankbiljetten zijn te herkennen. En er zit ook een led hierin. Twee ledjes zelfs. Om in slechts verlichte ruimtes extra licht te hebben. Zodat je wel teksten zou kunnen herkennen. Dus dat is ook wel erg mooi. Nou, producten toevoegen zijn bij te kopen ook. Nou, nadelen. De batterij gaat maar 2 uur mee, 2,5 uur. Terwijl die Envision 2 keer zo lang meegaat. Nou, omdat het er met magneetjes zit, zou het er dus af kunnen vallen. Hoewel dat tegenwoordig wel aardig vast zit. Hij moet ook van de bril losgemaakt worden om echt helemaal uit te kunnen zetten. Dat heeft te maken dat het knopje om uit te zetten aan de achterkant van dit apparaat zit. Nou, de aanraakbalk aan die zijkant om op te tikken, die is wat gevoelig. Dus het gebeurt al heel snel als je er niet zo mee gewend bent, dat je toch per ongeluk deze balk aanraakt. Ja, en dan gaat hij wel iets doen. Dat kan op zich geen kwaad, maar hij gaat dus wel een actie doen die ongewild was. Nou, je hebt geen visuele informatie, je hebt niet een glaasje hiervoor zitten nog, die vertelt wat er staat. Geen handschriftherkenning, geen omgevingsherkenning ook. Geen mogelijkheid om mee te kijken, zoals bij de Allier-app, bij Envision. En je hebt ook geen mogelijkheid om verder te bewerken op een ander device. Dus je kan niet een foto maken en doorzetten naar bijvoorbeeld je smartphone of naar een andere app. Nou, bijkopen van opties is prijzig. Voordeel is wel dat die ook bij vrijwel alle zorgverzekeringen vergoed wordt. Nou, als we dan kijken naar software op de smartphone. Ik zal de bril even afzetten bij mezelf. Als je kijkt naar mijn smartphone, dan zie je dat vergelijkbare functies al een hele tijd bestaan op de smartphone. En een van de eerste die kwam met al deze functies was de Seeing Eye app. Door Microsoft gemaakt ook. Een gratis app die al deze functies die we net in de brillen zagen, toegankelijk ook maakt voor je smartphone. En deze is ook weer blind te bedienen door VoiceOver bijvoorbeeld aan te zetten. En ze hebben vaak ook al een spraakoptie er zelf in zitten. Nou, als je kijkt naar welke apps zijn er dan geschikt die diezelfde functies hebben, dan kom je eigenlijk op een viertal apps kom je uit. Dat is Seeing Eye. Eigenlijk een van de beste apps die er zijn. Je hebt de Envision. Dus eigenlijk de maker van de bril. Die heeft ook de Envision app. Dat is een betaalde app is dat. Daar moet je een abonnement voor afsluiten. Je hebt de Daily app. Van via Opta. Heeft ook al dit soort functies in zitten. Nou, je hebt nog een app die heet Speak. Met een uitroepteken. Speak gebruiken we vooral op Android telefoons. En er zitten ook al deze opties zitten daar weer in. Nou, Envision is ook een app die je op Android zou kunnen zetten. Mijn ervaring is wel bij Envision op een Android telefoon. Dat je heel goed moet kijken van werkt alles wel goed. Dat is Android telefoon afhankelijk. En bij Speak heb ik eigenlijk nog niet meegemaakt dat het niet goed werkt. Als je een Android telefoon hebt. Nou, als je dat dan zou vergelijken met deze brillen. Dan zou je kunnen zeggen. Van Seeing Eye, Daily, Envision, Speak. Al deze apps kunnen dus wat deze brillen ook kunnen. En ze kunnen nog meer. Je kan bijvoorbeeld ook foto's laten herkennen. Als ik op een foto sta, dan kan hij voor mij voorlezen wat er ongeveer te zien is. En als er teksten in een foto zitten, dan zou ik die voor kunnen laten lezen ook. Nou, dat is iets wat niet met deze brillen kan. Maar wel dus met de app hierop. Ik kan alleen niet selectief ook voorlezen. Nou, als je kijkt naar de voordelen. Je hebt geen extra device nodig. Want je telefoon heb je al. Als je althans een smartphone hebt. Het is gratis. Even op Envision app na. Maar de apps die ik behandeld heb zijn verder allemaal gratis. Seeing Eye is gratis. Daily is gratis. En ook Speak is gratis. Het is makkelijk uit te breiden. Ze voegen een functie toe in deze app en je kan gratis deze functies ook weer allemaal gebruiken. Veel van deze functies zijn ook met spraakcommando's, met Siri te bedienen. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, maak een foto. Hey Siri, maak een foto. En dan gaat hij een foto maken.
Je kunt er ook mee bellen, dat is nog het voordeel van deze smartphone. Je kunt er natuurlijk ook gewoon mee bellen en WhatsAppen en al die andere functies gebruiken die je normaal op een smartphone gebruikt. Het systeem werkt snel en het werkt nauwkeurig. Nou, wat is dan een nadeel ten opzichte van de brillen? Nou, een van de grote nadelen is, je moet de smartphone dus altijd in je hand houden. Terwijl zo'n bril zet je op en je tikt aan de zijkant van de bril en je maakt een foto en hij scant. Bij hier zou je dus altijd je smartphone vast moeten houden om een scan te maken. Tenzij je een intelligente doos bijvoorbeeld zou gebruiken waar je hem oplegt, waaronder je dan het papier legt, waardoor hij een foto maakt. Nou, scannen is wel een beetje afhankelijk van de kwaliteit van het scannen van je smartphone. Heb je een oude smartphone, dan heb je kans dat zo'n app niet werkt, of dat die heel traag werkt, of niet zo nauwkeurig werkt. Tekst is niet te selecteren met vingerwijzen, zoals we dat wel van de Orkan kennen. En je hebt altijd internet op je smartphone nodig. Althans, bij de meeste apps heb je dat nodig. Veel cliënten van ons hebben dat ook al. Nou, als je dan een conclusie zou maken, en daarna gaan we heerlijk met elkaar naar de vragen ook toe, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, heb je een eigentijdse smartphone en kan je die smartphone goed bedienen? En heb je er geen probleem mee om deze te gebruiken, om te scannen, dus vast te houden als je moet scannen? Ja, dan zijn eigenlijk die eerste gratis apps een eerste keus. Waarom zou je dan naar een bril gaan terwijl je deze altijd bij hebt? Nou, wil je een brilsysteem die gewoon werkt? Zeg je, want ik vind het toch belangrijk dat ik een brilsysteem heb, of ik heb geen smartphone. Of ik kan een smartphone niet bedienen, want dat vind ik te ingewikkeld, of heb ik geen behoefte aan. En dan heb je aan zo'n Orkan een goede keuze. Het is niet ingewikkeld. Alle software zit in deze bril. Je hebt geen internet nodig om te kunnen gebruiken. En dan zou je goed af zijn met deze bril. En onthoud ook, al deze devices zijn ook te bedienen als je geen restvisies meer hebt. Nou, wil je een open systeem? Waarvan je zegt van oké, ik wil een open brilsysteem waarbij je in de toekomst kunt gebruik maken van nieuwe opties. En vind je het niet erg dat je door wat menu's moet schuiven? Ja, je moet wel een aantal handelingen steeds doen om bij een menufunctie te komen. En vind je het prettig dat iemand mee kan kijken bijvoorbeeld? Dat je iemand kan bellen die met je meekijkt? Ja, dan zou zo'n Envision Glasses een goede keuze zijn. Nou, wat je mag onthouden is dat deze brillen dus heel veel kunnen. Dat de apps op de telefoon heel veel kunnen. Maar dat je specifiek moet gaan kijken wat is nou voor jou geschikt en wat is geschikt in jouw situatie. Wat gaat jou helpen om je zelfstandigheid te vergroten? En dat kan in werksituaties zijn, in schoolsituaties, maar ook in de thuissituatie. Nou, dus dat wat wij hier bij Visio doen, maar wat de Meijers in een andere regio doet, is dat wij een OTC-onderzoek kunnen aanbieden met cliënten. Waarin we samen met elkaar gaan kijken wat past nu in jouw situatie, in uw situatie. Dan lopen we deze brillen lopen we af, maar we lopen ook de apps af. En ook andere hulpmiddelen die misschien nog wel beter geschikt zijn, zoals een standalone voorleesapparaat. Want er zijn nog meerdere opties die we hier vandaag niet behandelen. Dus dat is echt specifiek. U komt dan ook, u geeft zich op en u komt bij ons op het regionaal centrum dwars door het land heen. En dan gaan we samen met u kijken wat geschikt zou kunnen zijn. Nou, na afloop straks, als de vragen behandeld zijn, dan ziet u ook een telefoonnummer waar u dat zou kunnen aanvragen. En dan kunnen we samen met u een onderzoek doen. Nou, ik ga even kijken of er vragen zijn. En die zullen er geheid zijn. Ik kijk even naar mijn collega die het veel beantwoord. Ik ga even kijken bij de Q&A. Ik zie daar nu 11 vragen staan. En die lopen met elkaar gewoon even langs. Is de Orkan geschikt voor ondersteuning op reguliere VO, school en universiteit? En op welke afstand heeft het lezen? Bijvoorbeeld op presentaties in een collegezaal. De Orkan kan zeker geschikt zijn voor leerlingen op een school. Maar daar is het ook weer van. We gaan specifiek kijken samen met de leerling. En volgende week heb ik ook weer zo'n afspraak staan met een leerling. Om te kijken van, zou het geschikt voor jou zijn? Of is een smartphone beter geschikt? Of kan je het nog beter visueel doen? Dat is per leerling een beetje afhankelijk. Maar we werken juist als het gaat om werk- of schoolsituaties, dat deze brillen wel iets toe kunnen voegen.
En bedenk maar dat je in een klas staat en dat je de leerlingen in jouw klas, als ze daar toestemming voor geven, bijvoorbeeld de gezichten in die mobiele bril laat zetten. Waardoor je in ieder geval ze kan herkennen in de klas, of de docent zou kunnen herkennen. Of iemand in de gang als je de loop mee zou kunnen laten kijken. Je kan zwartdruk inscannen. Het is niet zo dat je vanaf de afstand na een beamer, bijvoorbeeld in zo'n collegezaal, dat je dat goed zichtbaar kan laten. Dan kan je beter een foto maken met je smartphone. En vervolgens dat door een app zoals Seeing Eye laten voorlezen. Ik ga nog even kijken wat er verder staat. Vraag betreft updates. Worden updates ook op bestaande apparaten toegepast? Of zul je een nieuw apparaat moeten aanschaffen wanneer de updates uitkomen? Het is zo dat de updates, zoals het er nu voor staat, ze allebei deze brillen gewoon steeds geüpdate worden. Dat gaat meestal automatisch. Of bij een visiebril moet je even tikken op updates. Maar de updates zoals ze nu zijn, die worden nog volledig hierop uitgevoerd. Het is wel zo dat als er een volgende versie hiervan komt, dat het ook weer zomaar zou kunnen zijn over een paar jaar, dat die updates, net als op mobiele telefoons, dan niet meer werken, omdat de hardware te langzaam wordt. Herhalingstijd van gezicht is minimaal 30 seconden. Hetzelfde gezicht wordt binnen de tijd niet nogmaals genoemd. Vandaar dat Orkan Jessica niet twee keer achter elkaar had noemd. Ja, ik zie dat Michel dat even meedoet. Dat is een van de leveranciers ook van de Orkan. Zijn er klantprofielen voor wie deze brillen geschikt zijn? Nee, het is echt per persoon dat we gaan kijken van, nou, zou het geschikt voor je zijn? En soms kan dat een oudere zijn die zegt van, ja, maar ik red dat toch goed met vingerbeweging. Maar het is dus echt een beetje verschillend. Het is echt maatwerk is er. En we willen niet zozeer meteen in profielen gaan denken, want dan zouden we ook mensen kunnen uitsluiten voor wie het uiteindelijk wel geschikt is. Kun je objecten net als personen vooraf fotograferen en daaraan een naam koppelen, zodat het later wordt herkend? Bijvoorbeeld een bushokje op straat. En wordt ook de afstand tot het object persoon aangegeven? Nou, die afstand wordt niet aangegeven, althans niet op de brillen. En het is per bril dus een beetje verschillend of je objecten kan toevoegen. Als het gaat om een bushokje is dat eigenlijk te groot. Bij de Orkan-bril moet het ook aan bepaalde maten moet het voldoen. En dan dat bushokje valt er buiten. Bij de Envision kan dat niet. Tenzij je dus zou aangeven bij de ontwikkelaars van ik wil graag dat hij een bushokje gaat herkennen. Maar dan moet je dus aangeven bij Envision zelf. Kan de Orkan ook omgevingselementen zoals bijvoorbeeld het zebrapad herkennen? Nou, volgens mij doet hij dat niet. Maar ik kijk even, Michel die kijkt ook mee met ons. Misschien dat Michel daar iets meer over kan zeggen. Of misschien dat het wel zo is dat het toegevoegd gaat worden. Wat zei je, Jessica? Ik vraag hem dan even of hij dat kan. Oké, wordt even aan hem gevraagd of dat kan. Of dat het misschien toegevoegd gaat worden. Kun je bij de Envision omgeving visueel laten accentueren? Bijvoorbeeld het zebrapad, dat was wel waar. Kunnen jullie de apps nog samenvatten? Nou, er komt een samenvatting te staan straks en u kunt dit ook terugkijken. Michel, heb jij je telefoon aan staan? Ja, zeker. Hoor je mij? Zou jij even kunnen antwoorden op die vraag over dat zebrapad? Er wordt door Orkan gewerkt aan een oriëntatiefunctie. Dus een omgevingsbeschrijving. Daarin kunnen dingen worden meegenomen als een zebrapad. Trap omhoog, trap naar beneden. Deur, raam. Dus daar draait al iets als beta op de achtergrond. Maar daar wordt dus op dit moment aan gewerkt, aan die mogelijkheid. Oké. Okay. En kan je ook al iets meer zeggen, Michel, wanneer de spraakoptie, spraakinvoeroptie wordt toegevoegd in het Nederlands? Ook dat is er eentje die er aan zit te komen. Oké. Okay. Dankjewel, Michel. Right. Nou, kunnen jullie de apps nog samenvatten? Er komt dus ook een samenvatting nog wel te staan. En de tekst komt ook wel bij ons op het kennisportaal te staan. Werken de apps bijvoorbeeld met een iPad of Surface met tekstherkenning? Zodra je alles dichtbij kunt halen, om kan zetten in tekst en foto's.
Ja, de apps die werken met tekstherkenning. Er zit een OCR engine zit daarachter. De Surface is wel een ander verhaal. De Surface is een Windows apparaat. En de apps die we besproken hebben draaien niet op Windows. Ik weet wel dat er een KNVB app is die wel op Windows zou draaien. Alleen het is wel een dure app op een Windows systeem. Voor de rest werken deze apps werken op tablets en op smartphones. Ja, Prismo Co, zegt iemand, Frans Rijk is ook een goede app. Ja, dat klopt. Prismo Co gebruiken we hier heel veel, maar dat is echt alleen om teksten om te zetten en voor te laten lezen. Dus daarmee herken je niet je omgeving. Maar het is ook een goede app, een gratis app. Zo zijn er meer apps die alleen teksten doen. Die heb ik even buiten beschouwing gelaten, omdat ik ze vergelijk met de bril. Kunnen de brillen de afstand herkennen tot bepaalde objecten of tot personen? Nee, dat kunnen ze nog niet, zeg ik er dan maar bij. Want ik denk dat dat ook wat toegevoegd zou worden. De Seeing Eye app, die kan dat wel. Die kan wel, wel dat met pliepjes, kan die laten horen ook hoe dichtbij of ver af iets is. Maar dat zit allemaal nog in beta in de Seeing Eye app. Aan welke voorwaarden dient de cliënt te voldoen om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar? Ook dat is zorgverzekeraar afhankelijk van welke voorwaarden iemand moet voldoen. Bij de ene zorgverzekeraar moet je je beeldschermloop inleveren. Bij de andere mag je hem gewoon houden. Het heeft een beetje te maken in welke categorie de zorgverzekeraar deze apparaten gaat indelen. Is dat in wearables? Dus dingen die je kan dragen, of doen ze dat in de categorie beeldschermloepen? En als ze dat in de categorie beeldschermloepen indelen, dan moet je beeldschermloep weg of je voorleesapparaat. En is dat in de wearables, dan mag je dat naast elkaar gebruiken. En daarnaast is het ook nog van, je hebt een motivatie nodig van fysio of van Bartimeus om aan te tonen dat dit ook voor jou een goede optie zou kunnen zijn. En daarnaast komen de fysische gegevens bij kijken. Maar een doorverwijzing van de oogarts zegt al heel veel. Iemand vraagt nog wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Orkam bril en de Orkam pen? Nou, de Orkam pen is nieuw. De Orkam pen wordt vooral voor dyslexieleerlingen gebruikt, waarmee je de pen boven de tekst kan houden, waardoor die de tekst onder de pen gaat voorlezen. Dus er zit echt een groot verschil in. Met de Orkam bril kan je veel meer dingen doen. En die pen wordt vooral gebruikt om teksten en denk aan leerlingen in het reguliere onderwijs bijvoorbeeld. Ik heb Speak, maar kan de spraaksnelheid niet aanpassen, ook niet via instellingen. Dan denk ik dat er iets niet goed gaat, want hij moet makkelijk aan te passen zijn. Maar dat doe je vanaf het hoofdscherm. Dus als je Speak app hebt op je Android telefoon, zorg dat je niet eerst gaat scannen, maar ga vanaf het hoofdscherm eerst naar de instellingen. Daar kan je de stem en de snelheid aanpassen. En die kan je niet meer aanpassen als je eenmaal gescand hebt. Ik ga even verder kijken. Komen de nieuwe features standaard gratis mee in de updates? Ja, die zullen gratis meekomen. Als je even naar de Orkam kijken, deze functie ook van je zorgverzekering vergoed hebt gekregen. Dus het is bij de Orkam vooral zo, alle nieuwe opties die er zijn, die zullen aangeschaft of aangevraagd moeten worden. En dat is dus zorgverzekering afhankelijk. Bij Envision is het zo dat wel alle functies automatisch al meekomen gratis. Oké, en Vision is bezig met geldherkenning, zegt iemand. Daar is een beta-versie van de getest wordt. Ja, dat zou kunnen. Ze zijn continu met de Vision bezig om deze te verbeteren. Je merkt in de werking ook van het product is net uit. En je merkt dat daar nog wel wat ontwikkeling in zit en nog niet helemaal zo strak is. Kunnen jullie de apps nog eens herhalen, vraagt iemand. Nou, als het gaat om de apps die gebruikt worden, dan denk je om de apps die echt dat hele spectrum kunnen, dan moet je denken aan Seeing Eye.
SEEING AI. Dat is een gratis app waar al deze functies in zitten. Het is een app die alleen op Apple werkt. Je hebt Envision, heb je. Envision werkt zowel als op Apple als op Android, maar zal aangeschaft moeten worden. Er zit een abonnement aan. Ik pak mijn eigen mobiel er nog even bij. Daar heb ik, daarnaast heb je een app die heet Daily. Die komt van Via Opti. En Daily, gewoon zoals je Daily in het Engels schrijft. D-A-I-L, Griekse I. Die kan je gebruiken. En Speak is gewoon Speak in het Engels met een uitroepteken erachter. En dan moet je zoeken, want er zijn meerdere Speak-apps zijn er in de Android Store. Dan moet je zoeken naar een oranje bolletje in het midden. Dus dat is belangrijk. Een oranje bol moet je krijgen. En dat zijn apps waar je al mee zou kunnen stoeien. Maar ook waarbij je training bijvoorbeeld bij Fysio of bij Bartimeus zou kunnen krijgen. Kan de oorkam gekoppeld worden aan Bluetooth-oortjes? Ja, dat is zo. Die kan gekoppeld worden aan Bluetooth-oortjes, zodat niet iedereen mee hoeft te luisteren. Iemand vraagt nog, kan ik morgen ergens de juiste namen van de vier apps die genoemd zijn zien? Nou, de bedoeling is dat dit straks ook op het kennisportaal van Fysio wordt gezet. En dan zou je deze namen ook terug kunnen vinden. Ik kijk even, volgens mij ben ik aardig door de vragen nu heen. Wordt de bril inclusief montuur geleverd? Ja, bij de Oorkam, iemand vraagt, wordt die inclusief montuur geleverd? Ja, dat is zo. Je krijgt er een montuur bij. Dat is een montuur zonder bril op sterkte natuurlijk erin. Maar hier zou je wel weer kunnen gebruiken. Als je geen bril draagt, zou je dit kunnen gebruiken om op te zetten. Dus dat montuur zit er dan bij. Heb je een eigen bril, dan maak je dus even die magneetjes vast aan je eigen bril. En klik je gewoon het hele moduletje, klik je erop vast. Nou, ik begrijp dat u heel veel informatie gekregen heeft in een hele korte tijd. Het is zo dat deze video wordt ook op het kennisportaal van Fysio gezet. En ik denk dat u straks in een afsluitende dia dit ook nog wel te zien krijgt. Dus u kunt het altijd terugkijken. Het is ook zo dat de informatie ook op het kennisportaal van Fysio komt te staan in tekstversie. Dus dan zou u het altijd na kunnen lezen ook. Als u meer wil weten of zegt van, hey, maar ik zou graag nog eens dat zelf in een persoonlijk onderzoek nalaten kijken, meld u zich dan aan bij Fysio en dan kunnen we samen met u een onderzoek gaan doen. En dat kan dus door het hele land, kan dat waar Fysio actief is. Nou, dat is van Den Helder tot Zeeland en dat gaat door naar Sittard helemaal in het zuiden. Er zijn geen open questions meer. Dus dan gaan we met elkaar afsluiten. Dan bedank ik u alvast. Mijn collega neemt straks even met een dia het over. Maar bedank u alvast dat u meegekeken heeft. Probeer niet alles te onthouden. Maar onthoud waarvan u denkt van, hey, dat zou geschikt voor mij kunnen zijn. En dan kan je dat dus persoonlijk laten uitzoeken. Dus bedankt voor jullie aandacht in ieder geval namens mij alvast. Zoals Frits ook al zei, is hier nog een afsluitende dia. Dit webinar is opgenomen en dat kunt u terugkijken op het kennisportaal.fysio.org. Iedereen die zich heeft gemaild voor dit webinar krijgt een link. Reacties op dit webinar of ideeën voor nieuwe onderwerpen, ja, ontvangen wij ook graag via het kennisportaal. apenstaartjefysio.org. Nou, wilt u op de hoogte blijven over de nieuwe webinars die er weer aan zitten komen? Want wij zijn als werkgroep webinars heel druk bezig om toch met regelmaat ook weer nieuwe leuke webinars aan te bieden. Daarvoor kunt u zich aanmelden op www.fysio.org. /nieuwsbrief en via de knop meld u aan voor Fysio nieuwsbrieven en mailings.
Heeft u nog vragen omtrent de brillen of wilt u daar toch iets verder mee? Dan kunt u contact opnemen met ons Visio cliënt servicelijn. Telefoonnummer 088-585-8585. Dank u wel. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies, video's en podcasts. Heb je een vraag? Stuur een mail naar kennisportaal@visio.org of bel 088-585-5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org.